Door de jaren heen zijn er al ontelbaar veel schatten onder water gevonden. Door overstromingen en het onder water lopen van land zijn er echt de gekste dingen onder water komen te staan. Deze video gaat over de meest bizarre dingen die ooit op de bodem van de oceaan zijn gevonden. Alle oceanen bij elkaar nemen zo'n 72% van het hele aardoppervlak in beslag. Niet vreemd dus dat er nog vaak genoeg bijzondere vondsten worden gedaan in dit enorme oppervlak. Volgens oceanografen, dit zijn zeedeskundigen, is nog maar 5% van alle oceanen echt verkend door mensen. Er valt dus nog een hoop te ontdekken. Naast bijzondere dingen zijn er ook al best wat vreemde diersoorten ontdekt. Die behandelen we alleen niet in deze video, want dat hebben we al een keer gedaan in de top 10 raarste zeedieren. In de hele wereld zijn er 5 grote oceanen. Dit zijn de Stille Oceaan, de Atlantische Oceaan, de Indische Oceaan, de Zuidelijke Oceaan en de Noordelijke IJszee. Natuurlijk zijn er naast deze oceanen ook nog heel veel zeeën, zoals bijvoorbeeld de Noordzee. Het verschil tussen een oceaan en een zee is de grootte. Een zee is een vlakte van zout water dat meestal in verbinding staat met een oceaan. Een zee is dus gewoon een stuk kleiner dan een oceaan. Ben jij benieuwd wat er allemaal voor vondsten zijn gedaan aan deze oceanen en zeeën? Blijf dan kijken naar de top 10 bizarre vondsten onder water. In 2013 is er iets heel bijzonders gevonden op de bodem van de zee aan de kust van New Jersey. Er zijn daar 2 stoomlocomotieven uit 1850 gevonden. Iedereen was erg verbaasd toen deze 2 treindelen gevonden werden, omdat bijna nooit iemand had gehoord van 2 gezonken stoomlocomotieven. Ook wist niemand dat ze ooit gemaakt waren, dus dat maakt het nog extra specialer. Onderzoekers vermoeden dat het zinken gebeurd kan zijn tijdens een enorme storm. Waarschijnlijk werden de stoomlocomotieven vervoerd per schip en zijn ze tijdens de storm omgeslagen. Het kan ook dat de bemanning van het schip ze expres overboord hebben gegooid om te voorkomen dat de boot zou zinken. Ondanks het feit dat deze 2 treindelen wel 160 jaar op de zeebodem hebben gelegen, zijn ze nog in een verrassend goede staat. Er zijn plannen om beide locomotieven omhoog te halen en ze te restaureren, zodat ze in een museum kunnen staan. In 1823 is een enorm schip genaamd de Diamond gebouwd in New York. 3 jaar na de bouw van het schip was ze met de bemanning op weg naar Liverpool. Onderweg zijn ze gezonken door waarschijnlijk een storm. Gelukkig werd het grootste deel van de bemanning gered door reddingsboten, maar de Diamond was helaas niet meer te redden. In het jaar 2000 vonden 2 lokale duikers het enorme schip op de bodem van de oceaan. Ze waren bezig met het zoeken naar schatten met behulp van een metaaldetector. Toen het schip gevonden werd, wist nog niemand om welk schip het precies ging. Pas in 2002 werd duidelijk dat het om het gezonken schip uit 1825 ging. Het deel van het schip dat gevonden werd, was wel 49 meter lang. Naast dit gezonken schip schijnen er nog veel meer schepen op de bodem te liggen in de buurt van de Diamond. Onderzoekers en duikers zijn nog steeds bezig om uit te zoeken welke schepen dat zijn geweest. Honderden miljoenen jaren geleden zag de indeling van de wereld er een stuk anders uit dan wat er vandaag de dag uitziet. Het hele zuidelijke halfrond bestond eigenlijk maar uit 1 continent, genaamd Gondwana. Het is een oud supercontinent dat ongeveer 160 miljoen jaar geleden uit elkaar viel, vooral doordat oceanen het land overspoelden. Hierdoor zien de continenten van dit moment er zo uit als ze nu doen. In 2011 hebben onderzoekers restanten van het verdwenen continent in de Indische Oceaan gevonden. Er zijn 2 eilanden gevonden op de bodem van die oceaan, op 1,5 kilometer diepte. Op deze gezonken eilanden bevonden zich veel fossielen en soorten gesteente. Het gesteente dat gevonden werd was niet het meest gebruikelijke steen dat op de bodem van de oceaan wordt gevonden. Het was gewoon het soort steen van een rots zoals wij deze op aarde kennen. Hierdoor werd ontdekt dat het om een gezonken eiland ging. Uit het gesteente hebben onderzoekers kunnen meten dat de eilanden wel 1 miljard jaar oud kunnen zijn. Er wordt op dit moment nog steeds gezocht naar meer gezonken delen van het continent Gondwana. In Mexico is een plek waar je een onderwatermuseum kan bezoeken. Je moet alleen wel van snorkelen houden om er te kunnen komen. Het museum bevindt zich op de bodem van de oceaan bij Mexico. Er staan wel 500 menselijke stenen beelden op de bodem. Op de beelden is veel koraal gegroeid en er zwemmen ondanks de vele snorkelaars nog veel vissen. Het museum is alleen niet gevonden door mensen zoals alle anderen uit het lijstje. Het is bedacht en expres zo neergezet. Ondanks dit maakt het de plek niet minder mooi en spectaculair en kan dus eigenlijk niet ontbreken in deze top 10. Het museum bestaat sinds 2010 en heeft sindsdien al honderdduizenden bezoekers gehad. Alle beelden zijn zo gemaakt dat ze de oceaan niet aantasten. Er is speciaal materiaal gebruikt dat geen verkeerde stoffen afgeeft en waardoor koraal en andere planten er makkelijk op kunnen groeien.
Onderzoekers vonden in 2011 een vreemd object met een rare vorm in de Oostzee, dichtbij Zweden. Het object is wel 70 meter lang en lag op 100 meter diepte op de zeebodem. Niemand kon er zijn vinger op leggen wat voor iets het object precies zou kunnen zijn. Er waren mensen die het op een UFO vonden lijken of op een object uit de film Star Wars. Er zijn ook onderzoekers die beweren dat het is ontstaan in de ijstijd en dat het een groot brok steen is dat toevallig de vorm van een UFO heeft gekregen door verschuiving van de aarde. Natuurlijk weet niemand zeker waar dit vreemde voorwerp vandaan komt en hoe het aan zijn vorm komt. Er is nog steeds onderzoek bezig naar wat dit voorwerp precies kan zijn. En totdat dat bekend is, geloven de meeste mensen in het neergestorte UFO-verhaal. Voor de kust van het Mexicaanse schiereiland Yucatan hebben duikers in 2007 een bijzondere vondst gedaan. Ze vonden een skelet van een tienermeisje dat ze Naya hebben genoemd. De vondst van Naya bleek vooral bijzonder omdat ze het oudste skelet ooit gevonden bleek te zijn. Het skelet is tussen de 12 en 13.000 jaar oud. Het meisje dat gevonden is was rond de 15 jaar toen ze overleed. Haar lichaam werd gevonden op 40 meter diepte, tussen stenen en fossielen van dieren. Volgens de duikers is het skelet uitzonderlijk goed bewaard gebleven. Hoe het meisje op de bodem van de oceaan terecht is gekomen is nog niet duidelijk. Wel hebben onderzoekers vastgesteld dat het meisje een van de oorspronkelijke bewoners van Amerika is geweest. Doordat het skelet nog zo goed intact was, kon er veel onderzoek worden gedaan naar waar ze precies vandaan kwam. Haar voorouders zouden uit een deel van Alaska komen. In eerder onderzoek is al aangetoond dat de oorspronkelijke bewoners van Amerika uit Alaska zouden komen, en dat wordt nu dus nog eens bevestigd. In de Atlantische Oceaan is in 2011 een gezonken schip gevonden, maar er was iets speciaals in deze vondst. Het Britse schip dat gevonden werd is gezonken in 1940 op weg naar India. En dat had nogal waardevolle spullen bij zich. Er werd in het schip namelijk 240 ton zilver gevonden. Het schip is gezonken doordat er een torpedo van een andere boot op hem werd afgevuurd. Hierdoor ontstond er een gat in het schip en is het inclusief een groot deel van de bemanning gezonken. De boot en het zilver zijn gevonden door een robot van de marine. Het kostte de robot 3 uur om helemaal op de oceaanbodem te komen en de boot te vinden. Het schip ligt blijkbaar in een goede positie, want de onderzoekers vertelden dat ze overal goed bij konden en dat het goed lukte om het zilver omhoog te halen. In elke oceaan bevinden zich mangaanknollen. Waarschijnlijk hebben veel mensen nog nooit gehoord van deze knollen, maar ze komen dus heel veel voor. Het zijn een soort balletjes die zich vormen uit bepaalde stoffen op de bodem van de oceaan. Het afval van dieren en planten die op de bodem van de oceaan terechtkomen, bevatten metaaldeeltjes. De balletjes bestaan deels uit stukjes van dit metaal. In de Atlantische Oceaan is een aantal jaar geleden een heel veld vol van deze mangaanballen gevonden. Ze kunnen in grootte verschillen van een golfbal tot een bowlingbal. De groeisnelheid van deze balletjes ligt heel erg laag. Het duurt miljoenen jaren voordat ze zich vormen. De stof mangaan kan verkocht worden en dat maakt dat deze bolletjes geld waard zijn. Door de jaren heen is vaak geprobeerd om de mangaanknollen uit de zee naar boven te halen om ze te verkopen. Maar dit is nog nooit echt goed gelukt. Dit komt door het feit dat het meer kost om ze uit de zee te halen dan er uiteindelijk mee te winnen valt. Voor duikers en onderzoekers is het enorme mangaanknollenveld in de Atlantische Oceaan een belangrijke plek. Er zal waarschijnlijk nog wel jaren gezocht worden naar een manier om deze kostbare voorwerpen naar boven te halen. In een scheepswrak op de bodem van de Atlantische Oceaan zijn ongeveer 10 jaar geleden een enorm aantal zilveren en gouden munten gevonden. De munten komen uit de 19e eeuw en zijn gevonden in een schatkist in het schip. Het schip kwam uit Spanje en is gezonken voor de kust van Portugal in 1804. Naast munten had het schip ook veel kruiden bij zich, maar daar blijft natuurlijk niks van over op de bodem van de oceaan. Door een schot vanaf een andere boot is de boot gezonken, helaas met bemanning en al. Het project dat de zoektocht naar de boot en de munten leidt heet Black Swan Project. Een Amerikaans bedrijf is bezig met dit project en heeft het schip ook gevonden. Omdat het oorspronkelijk uit Spanje kwam, was er discussie over waar de munten heen zouden gaan. De Spaanse regering wilde ze natuurlijk in eigen land hebben. Na 5 jaar discussiëren heeft de Spaanse regering gewonnen en moesten de munten naar Spanje. Ook moesten de Amerikanen een boete betalen aan de Spaanse regering van 1 miljoen euro. Herakleion, in het Egyptisch ook wel Tonis genoemd, is een onderwaterstad in Egypte. De stad ligt dicht bij de rivier de Nijl en ligt op ongeveer 10 meter onder water. De stad is gebouwd rond de 8e eeuw. Voor lange tijd wist niemand van het bestaan van deze onderwaterstad af. Pas in 2000 hebben duikers en onderzoekers de stad toevallig gevonden. Al 18 jaar lang wordt de stad verkend en onderzocht.
Er zijn meerdere scheepswrakken rondom de stad gevonden en het geeft aan dat er veel bootverkeer was tussen de stad en andere steden via de Nijl. Het meest bijzondere aan de stad is dat er een enorme tempel in zit. De beelden van Egyptische goden zijn nog goed intact gebleven en dat maakt deze vondst zo bijzonder. Er wordt nog steeds onderzocht hoe deze stad precies gezonken kan zijn. Sommige onderzoekers beweren dat door al het gesteente de stad zo zwaar is geworden dat het land te zwak was om al dat gewicht te dragen. In 2000 werd door de onderzoekers gezegd dat het waarschijnlijk 200 jaar kan duren voordat ze alles weten over deze enorme onderwaterstad. Er zijn zoveel beelden en stukken tempel die nog moeten worden opgehaald dat ze daar nog wel eventjes over zullen doen. Bedankt voor het kijken van deze video. Geef een like als je hem leuk vond en laat een reactie achter in de comments. Tot de volgende keer. Joe!